Ja, de gemeente Echt heeft natuurlijk heel veel mooie gebieden, groene gebieden. Wat dat betreft mogen we ons wel gelukkig prijzen dat we die hebben. Het is vandaag ook Open Monumentendag. En ik dacht dat ook dit een monument is. Dit gebied is een echt monument. Het zijn misschien hele oude bomen. Ik wil verder niet veel over zeggen. Hier naast mij staan twee deskundigen. Dankzij hun medewerking is dit mogelijk geworden. Beide mensen zijn van het Staatsbosbeheer. Thea van der Veen, mevrouw Thea van der Veen. En Jan van der Wal. Ik ben boswachter bij Staatsbosbeheer. En ons terrein is vanaf Venlo, daar heb je de Holtmule bij Tegelen liggen. Het hele Nationaal Park de Mijnweg. Ja, ik ga er heel snel doorheen hoor. En dan hier het meest zuidelijke ligt de Doord. En ik ben de enige boswachter. De meeste tijd spendeer ik ook aan de Mijnweg. Dit is wel mijn favoriete gebied, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Met name doordat het zo heel divers is en heel veel soorten landschapstypes zijn er aanwezig. Vorige week is mijn collega hier geweest en die heeft echt heel veel boomkikkers gezien. Dus die garantie kan ik u geven. We hebben dus de boomkikker geteld. Ik doe mee aan de tellingen. Wij hebben dus de tellingen als ze kwaken. Het geluid kak, 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 kak. Zullen jullie wel ooit gehoord hebben, dat draagt de kilometer. We hadden er dit jaar hadden ze er 300 geteld per groep. Wij hebben dus, ik doe ook de zomertelling mee. En dit jaar hadden we de zomertelling, maar dan ga je tellen en dan lopen er mensen in. En dan zie je er niet zoveel, maar we hadden er toch nog 140 geteld. Terwijl toen straks hier mensen op de bank zaten, die waren verleden week geweest, maar dan lopen ze alleen. En dan hebben ze er 300 gezien. Ja, ik probeer ongeveer het groepje gelijk te houden, dan ga ik daar het pad in en de rest gaat meteen. Ja, ik ga even op. Ja, even uitkijken met de auto. Een zorgboerderij. Ja, ze doen ook nog wel andere dingen. Maar het is ook een zorgboerderij. En ze hebben voor de vakantie met Staatsbosbeheer contact genomen. Zo van, we hebben een aantal mensen en die willen gewoon wat doen. Die hebben wel begeleiding nodig, maar die willen gewoon wat doen. En kunnen jullie niet iets in, is er niks in het bos wat, dat ze even hun handen uit de mouwen kunnen steken. Oh ja, dan moeten we even die boeken showen. Precies. Dus mijn collega die heeft een foto ervan gemaakt. Die heeft gezegd, ruim maar op. En dat gaan ze doen. Leuk. Ja. Goed idee. Dan mogen ze brandstof houden. Maar zo hebben we ook afgesproken dat ze de paden een beetje zullen onderhouden. Dus ook alle overhangende takken zullen wegsnoeien. En ik zei net al dat ik de Doord het mooiste plekje vond van heel Nederland. Ik ben diverse locaties boswachter geweest. Met name omdat dit heel divers is. Maar ik heb ook nog nooit in mijn leven zulke kersen gezien. Van zulke omvang, zo dik. Wat dat betreft mogen jullie best wel trots zijn. Ja. Maar er zal meer zijn dan die kersen. Ik zei net ook al dat het een reservaat is. Een reservaat betekent dat je daar eigenlijk niet meer zaagt, niet plant en in feite niks doet. En dat is in feite nu ook, deze boom dat wordt dan weggezaagd. Maar zou die echt in het bos zijn gevallen, dan laten we hem gewoon liggen. En dat betekent dat paddenstoelen hun kans krijgen, allerlei insecten hun kans krijgen. Vaak blijft een boom ook nog wel dood staan. Kans heb je ook nog, dan heb je spechten, vleermuizen. En dan krijg je dus echt zo'n kringloop. Hè? Alles heeft met elkaar te maken. En dan kun je eigenlijk wel spreken van een stukje oerbos. Nee, heel vroeger is het een oude Maasmeander geweest. Mm-hmm. En vandaar dat er ook grind in de bodem ligt. Daarna is de Maas af en toe, heeft het hier ook nog, heeft de Maas al gestroomd. Wil ik dan niet zeggen, maar is hier wel geweest. En die heeft hier die klei afgezet. Sprokkelhout, dat haalden ze er wel uit. En heel af en toe een boom om een huis te bouwen. Maar voor de rest ook niet. En geplant is er sowieso niet. Wat meneer al zei, dit is een oude akker geweest. Dus we hebben altijd boontjes opgestaan, of poederbieten of suikerbieten. En dus is altijd bemest geweest. Waarschijnlijk nog niet met kunstmest, omdat het in die tijd nog niet echt aanwezig was. Maar wel altijd met of heideplaksel of schapen en koeien. Over hoe lang geleden praat je dan?
Dat is eigenlijk tot 1950 moet je terugdenken. Mm-hmm. Toen begon het hier een beetje de kleiwinning. Ja. Maar dan zouden die bomen 50 jaar oud zijn. Die zijn ook 50 jaar oud. Nog ouder. Ja, precies, die zijn ouder. Ja, die zijn ouder. Die zijn zeker al zeker 60, 70 jaar. Ja, daarom. Minstens. Ja, minstens. Ja. Ja, want dit is een haagbeuk. En die is echt uniek. Ik heb nog nooit zo'n dikke haagbeuk gezien. En zo mooi recht ook. Want haagbeuken, ik denk dat jullie hem allemaal wel kennen. Want als je tuintjes wil afscheiden, dan gebruik je diezelfde haagbeuk. Dus, hier, dat is wel van heel. Ja, dat had ik die al genoemd. Ja. Maar ja, het is zo divers en inderdaad alle leeftijden en die jonge boompjes die komen daar weer, hè, als struikjes zijn die aanwezig. En op het moment dat één zo'n boom omvalt, dan komt er licht in het kronendak, zoals we dat zo mooi noemen. En dan heeft zo'n jong boompje de kracht om, die schiet dan in één keer omhoog. Mm-hmm. En dan heb je ook weer een ecosysteem of een kringloopsysteem in de running, zeg maar. Nog zo'n staande en als je ziet, ik weet niet of, er zitten ook wel gaten in en daar zitten de spechten in. En ik denk ook als je de kans krijgt, deze is nog niet zo heel lang dood, maar als je wat doder is, zeg maar, dan kun je de bast eraf trekken en dan zie je ook allemaal kevertjes en spinnetjes en allerlei andere insecten. En die worden allemaal gebruikt, hè? Allemaal opgegeten. Dus daarom die specht ook altijd zo zitten kloppen. Ja. Onder andere ook om zijn nest te maken, maar ook om zijn voedsel te verzamelen. Nee, maar je ziet hier zo'n klim op. In de boom klimmen. Met een ontzettend dikke stam. Ja. Zo. Dit is een klim op. Die kom je ook in je tuin tegen, maar ook niet op die manier. De boom wil je. En wat ik heb de hele tijd in de Achterhoek gewerkt en daar was een meneer en die dacht echt dat die klim op de boom verstikte. Maar dat doet hij niet, want die klim op, zoals je ook ziet, die heeft zijn wortels in de grond. En zijn voeding gaat dus helemaal naar de stam omhoog, naar de bladeren toe. Dus die zal nooit, die maakt geen gebruik van of misbruik van de boom. Hij maakt alleen maar gebruik van de boom door omhoog te klimmen. Ze zitten. Kijk, daar staat al zo'n fotograaf. Die helemaal. Echt. Het is helemaal beroemd om de boomkikkers, hè? Ja. Ja. Daar stond ik echt van te kijken, want ik kom uit de Achterhoek. Hebben we ook boomkikkers, maar niemand die dat weet. En hier komen ze echt van heel Nederland, komen ze met campers en zo. Met van dat soort toestellen. En dan komen ze boomkikkers fotograferen. Ik vind het helemaal geweldig, want ik ben hartstikke trots. En ik denk dat jullie dat ook wel mogen zijn. En je ziet ook echt van die inhammetjes af en toe. Boomkikkers zijn ook heel trouw, hè. Die blijven vaak altijd op hetzelfde blaadje zitten. Wie de eerste vindt? Charlie, heb ze gezien? Ja, maar ik wil er zelf ook. Oh, hier, ik heb er een. Dat is de mop. Ik heb ook nooit geweten wat ze moest zoeken. Ik ga niet. Dus het werd alsmaar schraler en schraler. En bepaalde soorten planten die we bijna niet meer hebben, maar die steeds minder vaak voorkomen, die groeien hier. En daar komen weer allemaal vlinders op af. En dus we hebben hier ook een speciaal vlinderbeheer. Vlinders die gaan in de winter ook, dan verpoppen ze zich. Hè, als in een kokon of een larve. En die gaan in die oude brandnetelstruiken zitten. En vandaar dat we dat middelste stukje bijvoorbeeld niet gemaaid hebben. Speciaal voor de vlinders, een overwinteringplaats voor de vlinders. En dan in het voorjaar dan maaien we dat stuk misschien wel. Of we doen het dit najaar dat wel en een andere plek weer niet. Maar er is altijd een plek waar die vlinders kunnen overwinteren. In het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, nou komt er zo'n reclameblok, kun je heel leuke vlinderkastjes kopen. Echt van die hout, een beetje een vogelhuis idee. Alleen hele kleine spleetjes in plaats van een rond gat. En daar, als je daar een verdord takje in legt, wat mos, dan gaan ze daar wel in zitten. Ja, nou moet niet, maar dat bevordert natuurlijk wel. En het eerste jaar lukt vaak ook nog niet, want dan is dat hout te vers en dan hebben die vlinders ook zoiets morgen. Maar dat is eigenlijk de drinkpoel en deze, dat zijn echt kikkerpoelen. Hier is trouwens nu ook droog gevallen, wat ik ook zei, dus daar zitten ook geen vissen meer in. En deze is denk ik iets dieper. Ook droog. Nou, helemaal goed. Ik ben helemaal gelukkig.
Maar die vissen. Rolplaan. Rolplaan. En knop. Ja, Staatsbosbeheer moet gewoon ontzettend veel bezuinigen. Moet in 2 jaar tijd 50% bezuinigen. Dus dat betekent gewoon de helft van alles. En overal waar we dan iets geld voor kunnen vangen, ja, al is het maar inderdaad brandhout, dan doen we dat. Lukt nog even en dan wordt het korte broek. Korte broek? Ja, je hebt 1 pijp, hè? Ja, samen met de gemeente zijn we, toen ik hier kwam werken 2 jaar geleden, een betrokkenen overleg gestart. Omdat wij merkten dat hier heel veel mensen zich de doord als hun tuin of achtertuin zagen. En dat vond ik geweldig. En er waren ook de inschaarders, zoals wij dat noemen, de boeren die dan hun paarden hier laten grazen. Maar je had ook die jagers, de visserijvereniging. Van allerlei soorten mensen, het waterschap vanwege die middelschaaf, de gemeente zelf vanwege de schietstad dat over de Doorterweg zou moeten komen. Ja, voor de mensen die nog mee willen, graag. En dan komen we gewoon te laat hier weer terug. Boerenwormkruid. Boeren. Boeren. Rolklaver. En deze, de mooiste. Knoopkruid. Helemaal goed. Ja, hier is allemaal vet. Als we pak een beetje 19, ik denk vlak na de oorlog, is hier de valk begonnen met het winnen van klei. Want deze dijken, daar stonden die graafmachines op. En die gaten zo afgegraven. Hè. Dus een treintje liep dan over de trambaan, helemaal naar de Bargeweg, waar nu het gebouw nog ligt. En daar werd die leem dus omgekiept en kwam weer terug. Ja, en een deel van die trambaan is het ommetje nu ook geworden. Dat is het ommetje geworden, ja. Dat is, ja. De vuilstort. Ook de vuilstort. Omdat het oorspronkelijk was dit, voor, nou dit dan niet, maar dat stukje bij de parkeerplaats, dat was vuilstort van vroeger uit. Dat is natuurlijk nu afgedekt en nu is het een natuurgebied, maar op een of andere manier denken mensen nog steeds dat het hier een vuilstort is. Dat kan niet, dan moet het ook overal zijn, want het is alleen een heel klein dus hier. Ja, dat is wel Nederland. Ja. Nee, oké, het gebeurt in heel Nederland, daar ben ik het helemaal mee eens. Het gebeurt in heel Nederland en de Mijnweg bijvoorbeeld gebeurt het ook, maar hier gebeurt het echt veel en veel meer. Ik heb nog een waterplantje. Goed. Mooi, hè? Ja. Wilt u zijn vriend zijn even mijn andere boekjes vasthouden? Oh ja. Nee, dit is Pitrus. De familie van de Russen. En vroeger, toen er nog geen katoen was, en we toch olie door een pitje wilden laten gaan, gebruikten we de Pitrus. De schermbloem, ja, dat is de familienaam. Maar de soortnaam is wilde peen. We moeten even overbruggen en dan rechts links. En dan weten jullie gelijk hoe die heet. Mint? Mint? Ik heb het al gehoord. Mint? Lekker. Voor het iets. Zogenaamd breed. Dit is de grote klis. Oh ja. En het klittenband is uitgevonden door meneer Klit. En die heeft dat hier vandaan gehaald. Het is hetzelfde principe. Ja. Met kleine weerhaakjes. En zacht, of niet zacht. Maar dan blijft het gewoon klippen. Ja, ja. Ik voorstel om die kant op te gaan. Als jullie nog vragen hebben, doe het onderweg, want we lopen 1 stuk door.